Vratten worden veroorzaakt door HPV, het humaan papillomavirus. Dit virus wordt verspreid door huidcontact. Na besmetting duurt het zo'n 2 tot 6 maanden voordat de vrat verschijnt. En meestal neemt hij dan gezellig wat vriendjes mee. Vooral de handen en de voeten zijn plekken waar vratten verzot op zijn. En dat is vooral op je voeten niet echt handig. Au. Kinderen hebben vaker last van vratten. Dat komt omdat ze nog niet de goede afweerstoffen hebben en omdat ze vaak in het zwembad zitten of in de gymzaal en van die ruwe spelletjes spelen. Om vratten te voorkomen draag je dus maar beter slippers in het zwembad, schoenen in de gymzaal en doe je niet ruw tegen elkaar, maar juist heel lief. Al kan je daar dan weer andere vratten aan overhouden. Gewone vratten zijn misschien vervelend, maar zeker niet gevaarlijk. En bij de meeste mensen verdwijnen ze binnen 1 jaar of 2. Alleen als ze echt in de weg zitten of heel erg lelijk zijn, dan worden de vratten verwijderd. Dat kan je zelf met zalf en anders doet de dokter het voor je. Die snijdt ze vliegensvlug weg of de vratten worden bevroren met vloeibare stikstof. Wees geen watje, dan gaat je vratje.